because the existence of God would have created so many problems, difficulties. That life would have been almost impossible. You may not have looked from this angle that I am going to talk to you. Perhaps nobody has ever tried to look at it from this angle. The Christians say God created the world. In fact, the hypothesis of God is needed for the creation. The world is there. Somebody must have created it. Whoever created it that creator is God, but do you see the implication? If world is created, then there can be no evolution. Evolution means creation continues. Think of the Christian story. God created the world in 6 days. And then on the seventh day, since then he has been resting. But the whole creation was completed. In 6 days. Now from where evolution? Heel goedemiddag en welkom bij een nieuwe Facebook Live met Charlotte Witte. Deze keer niet vanuit de studio in Brussel, maar wel vanuit Alpe d'Huez. Goedemiddag, dag Charlotte. Goedemiddag. Oh, wat gaat je stem lekker. Zeg dat nog eens. Goedemiddag. Ja, wat is er gebeurd deze week, Charlotte? Waarom ben je stem kwijt? Het is hier al zeer gezellig geweest. De Snowcase is echt een aanrader voor de mensen. Dus ja, zonnig gedraaid, woensdag gedraaid. Het is heel mooi geweest. We hebben wat mensen bij ons hier op het terras. De jongens van Goed voor in de Noten zijn hier. Hush Hefner is erbij. En dan nog wat vriendjes en vriendinnetjes. Maar Charlotte, we gaan een Facebook Live doen in dik half uur, drie kwartier. Heb je ooit al eens in zo'n mooi decor gespeeld? Nee, maar I could get used to it. Ja, het gaat nooit meer hetzelfde zijn nu in de studio. Misschien moeten we dat volgende week gewoon nog eens opnieuw doen. Anyway, heel fijn dat jullie erbij zijn. Dit is de Facebook Live met Charlotte de Witte. Charlotte, met welk nummer begin je? First Movement van Marcus Sukut. Dat is een nieuwe album. Heel goedemiddag, iedereen. Tag je vriendjes. We zijn Facebook Live, je bent erbij. En we hebben ook een beetje mensen die hier ook lawaai kunnen maken. Goed voor in de Noten.
Welkom iedereen, we zijn vertrokken. Dit is Charlotte de Witte. The world is here. Everything will be at its distance. Dead. This is the reason why proofs were against Charles Darwin. Because that man was bringing an idea which is going to kill God sooner or later.
Thank you.
heel goede vrijdagmiddag. Je bent live bij de Studio Brussel Snowcase hier in Alpe d'Huez met Charlotte Witte, die een Facebook Live aan het doen is. Charlotte heeft hier twee keer gespeeld, TLP is erbij geweest deze week, Goose heeft live gespeeld, de Black Box Revelation, de mannen van Goof voor in de Notto, Hush Hefner was erbij, ik heb zelf plaatjes gespeeld, Mike on Midnight, een hele band in Studio Brussel, DJ's en groepen waren hier. Charlotte, je hebt twee keer gespeeld, maar vanavond ben je al terug in België, je gaat in de Fuse spelen. In Kompas. In de Kompas. Jouw eigen feestje was in de Fuse, maar jullie trekken nu naar Kompas. Inderdaad. We hebben onze eerste editie in Gent, Context. Het is met Elvis, Patrick en Slam. Dus ik kijk er keihard naar uit. Ik weet niet of dat mijn stem het morgen gaat halen, maar ik kijk er keihard naar uit. Straks, vanavond? Ja, voilà. Het is de laatste dag van Studio Brussel Snowcase en dan gaat het denken soms een beetje trager. Maar één ding is zeker, jij bent erbij tijdens deze Facebook Live met Charlotte Witte.
your chest and your shoulders and your arms, biceps, fists, chest, chin, neck, mouth, eyes, forehead, tense and tight, and now release. Just be here, in your body, in this moment. Hoe kan het zijn? Charlotte, weet je, hoe warm is het hier eigenlijk? Het is hier maar echt super warm. Ik zit echt kapot. Extreem warm. Het is extreem warm en toch ligt hier massa sneeuw achter ons. Het is de laatste dag van de Studio Brussel Snowcase. En Charlotte, weet je, doet op dit moment een Facebook Live voor jou. Vanavond speelt ze in de Kompas in Gent op haar eigen contextfeestje. Maar hier nog een, wat is nog een 10 minuutjes, helemaal Facebook Live voor jou. Ook een shout-out to our listeners worldwide. This is Charlotte Witte doing a Facebook Live for you. We're with the radio station Studio Brussels in the French Alps. Alpe d'Huez. Hello everybody worldwide. Ik zie ook dat Christina erbij is, Danielle luistert mee. Anthony is erbij, Frederik, allemaal mensen die nu bij ons zijn op deze Facebook Live. En vooral heel veel mensen hier. Give it up voor Charlotte Witte! Enter into mine.
Oh la 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 la. Dit was Charlotte de Witte, helemaal Facebook Live. Dit was hem, de laatste dag van Snowcase hier met Studio Brussel in Alpe d'Huez. Vanavond speelt Charlotte Witte in Context in Gent. In Kompas, op Context, zo is het. En morgenavond op zaterdag is ze terug op jouw radio vanaf 11 uur. Fijn dat je erbij was. Dit was de Facebook Live met Charlotte Witte. Fait du bruit quand même! Charlotte, dankjewel. Dankjewel.